Goedemorgen mensen, dit verzin je niet. 5 uur 's ochtends. De moskee, Allah gaat zingen. Dat gaat echt niet normaal hard. Lopen ze hoor. Ja. Hoe laat is het nou? 7:15 of zo, fucking vroeg. Hey Lars. Hoi. Ga naar huis jongen. Het is wel vroeg. Ja, dat is vroeg ja. Ik kan niet eens mijn ogen open houden. Het is heel vroeg. Hey Lars. Houden we. Later. Houden we. What the fuck, horen we ineens onze naam roepen? Hey Lars! Ik dacht, huh, what the fuck? Kijk, daar zijn jullie weer. Hallo! Kijk, bij Marien. Dan moet ze ook weer even stoppen natuurlijk. Nu echt doei! Oké jongens, we hebben net ingesmeerd bij dit is op Island en we gaan nu met de bus naar Splash. Oké, we zitten te wachten bij de opstaphalte naar Splash, maar misschien, want er rijdt zeg maar zo'n bus heen en weer, maar je hebt ook Eftalia Resort en dat is 5 minuten rijden richting vanaf de zee naar de oostkust is dat. Dus als wij nou de verkeerde bus pakken, dan zitten wij daar. Maar daar zijn ook glijbanen. En dan pak ik gewoon die met film. En dan gaan we wel daarna gewoon een Splash lopen of zo. We gaan het allemaal wel zien. Dus ik check jullie gewoon in de bus. Nou jongens, we hebben de hoop opgegeven. Volgens mij komt die bus niet. Dus we gaan wel gewoon lopen. Het is toch niet zo heel erg ver. Nou jongens, de plannen zijn alweer gewijzigd. We lopen nou langs Long Beach. En daarna gaan we naar Splash. Dus we lopen een klein beetje om van Long Beach. Daar gaat iemand uit mijn klas in de zomervakantie heen. Dus ik wou eigenlijk nog even een foto maken en naar hem sturen van kijk, ik ben hier waar jij straks op vakantie gaat. Kijk dit hotel jongen. Fucking ziek. Dit was dat ene paleis dat ik bedoelde. En daar zo is Long Beach. Oké jongens, hier liepen we vorig jaar ook, dus we weten hier de weg. Kom mooi. Ja, ik weet de weg nog wel. Want het is gewoon een beetje een slingerpad, kom je bij van die citroendingen uit. Of sinaasappelplanten. En als je dan rechts gaat, dan kom je bij Splash uit. En daar gaan we heen, naar Splash. Want daar zo is Long Beach. En nou gaan we... Oké jongens, hier zo ging mijn moeder vorig jaar iets van olijf of weet ik veel wat waren. Iets van fruit of bes of zo. Gingen ze uit de boom plukken, zo springen. En ik zie daar, zie ik Splash al liggen. Dus we gaan gewoon dit zandpad gaan. Of we lopen om net vorig jaar. Ik stem omlopen net vorig jaar. Want dan komen we ook weer langs die ene wc. Je zit gewoon een random koe gewoon aan de boom te snaaien of zo. Kijk hier. Hier zie je al die vruchten zitten. Zie je dat? Ja. Zit hier gewoon katten uit de prullenbak te eten of zo. Uit een dingetje. Weet ik veel wat het is. Mitsubishi. Ah, dit is die auto weer. Ja, die heb ik vorig jaar allemaal niet gefilmd. Ik weet niet waarom. Maar die staat al echt heel lang stil volgens mij. What the fuck. Onkruid vergaat niet. Jongens, daar zo was die auto. En dan zijn we hier. Oh, we moeten even de weg oversteken.
Ja, die komt nog niet, dus we steken mooi over. Maar hij is al moeilijk af. Nee hoor, dat valt wel mee. Maar we gaan even rennen. Oké, okay, kijk, hier zoals die plantage. Gaan we erin of niet? Ja, wij gingen eerst ja, bij dat pad. Ik wou net zeggen, een stukje verder. Oké okay, jongens, welkom op missie. Sinaasappels jatten van de boot. Ja, het komt er weer zo. Nee, wat gaat toeteren op de scooter? Waar hier waren de sinaasappels? Ze liggen allemaal. Oh, ze liggen allemaal op de grond. Ja, kijk. Verder kan niet. Ja, precies. Oh, ja? Ja, pluk hem. Oeh, hij zal weg zijn hoor. Ja? Valt hij? Kom, we nemen hem mee als souvenir. Ja, snap. Ja, boeien, ik hoef eigenlijk geen sinaasappels, man. Ik heb er nog één. Allee, kom ik peren hem weer. Jongens, hier zijn allemaal sinaasappels. Maar ik hoef ze niet, dus we laten ze lekker liggen. We hebben het twee. Ziet er een beetje goed uit, Timo? Ik weet niet. Weet je niet? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik ga het doen. Oude sinaasappel. Wacht, ik ga stilstaan vanaf daar. Wacht, waar is de lens? Daar zo. Helemaal tot en met daar. Heel dat gebouw. Daar zo is dat paleisding. Dit weet ik niet hoe dat heet. En daar zo is Splash. Is die lekker? Ja, smaakt die goed? Hij smaakt gewoon goed. Hij smaakt gewoon goed, jongens. Ja, ja. Gewoon gratis sinaasappel. Ziet er beter, jongen. Daar zo is ergens die Vlaat WC. Nou was volgens mij echt zo verlaten het toilet ergens. En anders hebben ze hem weggedaan, want ja, hij was echt helemaal verlaten. Daar gaat er gewoon echt helemaal niemand in. En ja, we gaan wel zien. Daar zo'n splash trouwens. Ja, jongens. De verlaten wc is er nog. Ja, ja. Het is hier zo. Ik had eigenlijk verwacht dat er een stuk meer naar die kant was. Maar het is hier, let op. Wow. Verlaten wc. Ha. Lachen man. Hier nog één. Oh, hier is de pot al niet eens meer in. Ha. Skeer. Oké, we gaan naar Splash. Daar zo, misschien kan je het zien in de verte, die moskee. Die hoorden wij dus vanochtend. En ja, daar word je altijd om 4:50 word je daar wakker van. Dat is echt zo zwaar irritant. Ik snap echt niet hoe ze daar gewoon kunnen verzinnen zo vroeg, hè. Als ze nou gewoon om 7:00 doen, oké, ik snap het. Maar niet om fucking 4:50, jongen, echt. Oké, jongens, we zitten weer bij Splash. Kijk, we hebben drinken en hier is Splash. En vertel je, Splash Resort staat erop. De glijbanen die doen het nog, dus als we snel zijn, dan kunnen we nog even een paar meetikken. Want het is nog over een half uurtje, of 20 minuten gaan die dicht. Dus ja, beter gaan we eerst snel van de halfpipe nou meteen, want bij Aqua was die om 12 uur dicht en dan ging de rest van de dag niet meer open. Dus dan gaan we even af, nou snel. Eerst even deze drinken. We hebben alleen één probleempje, ik weet niet hoe je daar komt. Ik ben alleen op deze etage geweest altijd. En verder ben ik niet gekomen, dus dan gaan we nou ontdekken hoe je daar moet komen. Dat zou goed kunnen. Of we gaan gewoon de lift eentje naar beneden, want dit is ook eentje naar beneden. Jongens, ze hebben precies dezelfde glijbanen als bij Aqua. En ja, ze zijn alleen andere kleuren. En de tol. Oh ja, de tol is dicht trouwens. Maar deze nog niet. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beating her face in the mirror, up in the air. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beating her face in the mirror, up in the air. I want you to jump. Jump. I want you to jump, 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 jump. Up in the air, I want you to. Nou mensen, we zitten bij de snackhoek van Splash dus. Kijk, oh lekker. De glijbanen zijn dicht helaas. En ja. Wat? Camera. Oh my god. Wat? Helemaal verkeerd. Ja. Nou jongens. Hij vond het helemaal mooi dat mijn camera zo klein was en zo.
Zij had even een paar foto's van ons genomen, vond het mooi. Dus eet smakelijk. We gaan er weer vandoor, want het is hier niks. Ja, de glijbanen zijn misschien wel leuk, maar sommige dan moet je per se met een band af. En mensen geven hun band niet af als ze gegleden zijn en zij hebben maar 3 banden of zo. Dus dat is helemaal kut. En ja, de cola is een beetje slap en zo, er zit allemaal geen prik op die cola. En wat jij Sprite zit ook helemaal geen prik op of zo. Het enige wat leuk is aan dit hotel zijn de liften. Kijk maar. Kijk hier. Dus we gaan. Kijk hier dan. Ja, what the fuck. Dus we gaan even naar boven. Nou jongens, we moesten een paar keer stoppen in de lift. Maar kijk, deze liften die zijn zo ziek. Ik ga boven. Ja, hier. Ik vind. Zo, er flikkert er iets. We lopen een beetje door de gang heen. Ik weet niet wat dit is, fire exit. Als hier niemand is, dan ga ik even filmen uit het raam. Wauw. Ziek. Kom, we gaan helemaal naar die kant op. Dan kunnen we naar over naar Village kijken. Oké, we zijn dus nu een andere. Kijk, wow. Het ruikt hier echt naar broodjes. Wee, fucking ziek. Kijk, daar is dus Village. Hier is een Village. Marine zit ernaast. Je ziet de torentjes van Aqua. Ocean. En daarnaast is. Nee, je ziet de torentjes van Ocean, bedoel ik. En daarnaast is Aqua. En hier is een of andere, verlaten gebeuren allemaal een beetje hiervoor. Maar ja, we gaan naar Village. Let's go. Daar zo is Island, Village, Marine, Ocean en Aqua. En we staan dus zeg maar hier, het eind van zo'n gang. Oké, jongens, we gaan nou echt naar beneden. Ik kan het wel allemaal uit gaan lichtstellen, maar we gaan nou echt naar beneden. Oh ja, we pakken de middelste lift, want die staat dan op 5. We hebben geluk, jongens, de bus is er. Hij gaat over 1 minuut. Er is daar een schuimparty en ik ben eigenlijk wel benieuwd, dus we gaan erheen. Er was hier ook al zaterdag of zo een schuimparty en daar was ik ook even in. Dus dat gaan we nou weer even in, dus lachen. We zijn dus net klaar met eten, En we gaan naar dit hotel. Dat hotel dus. En dan gaan we kijken of dat we er binnenkomen. Dan gaan we, we zullen zien of dat we er in kunnen komen. Oké, we zijn bijna bij dat ding. Het is hier zo rechtsal. Ik zie het al door de bomen heen. Kijk. Hoe komen we daar binnen? Dat is een goede vraag. Wat een ding, hè? Ja, fucking groot. Kijk dan.
Ja. Ja. Papa wou niet mee. Kijk eens staan. Wajo, kijk dan. Fucking groot. Ja, of niet, hè? Beter lopen we nou even een rondje. En hier kan je nog omhoog. Zullen we dat eens doen? Kijk. Ja, kijk waar we uitkomen. Oh, een deur. Laat me zitten. Kijk, je kan hier ook belletje lellen, hè? Idoen. 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 Ja, kom, we gaan weer naar beneden. Jongens, Long Beach. Ja, ja. Moet je hier een drankje doen namelijk? Ja, even een drinken halen hier. Dat vind ik nou een goed idee. Long Beach nog steeds. Hey. Mensen, dit was de video voor vandaag. Doe even een like. Abonneer en ik check bij jullie later. Houden.